Welkom bij Christian New Life Church en bij Christ Channel. Ook de kijkers bij Christ Channel online TV. Welkom, laat je vanavond inspireren door het woord van God. Weet je, God is een goede God. Kun je hierop zeggen amen of niet? Amen. Op een gegeven moment er is een heel oud vrouwtje. En deze oud vrouwtje, ze woont naast een atheïst. Woont ze. En deze vrouw die dankt elke dag de Heer voor alles wat ze eigenlijk in haar leven meemaakt. En die atheïst die hoort dat, want die heeft regelmatig de ramen open en dan hoort hij dat gebed. En dan komt hij op een gegeven moment naar die vrouw toe en die zegt, geloof je nou dat God al jouw gebeden verhoort? En zij zegt, yes, natuurlijk. God die hoort mij en hij verhoort ook mijn gebeden. Nou, zegt die atheïst, daar geloof ik echt niet in. Ik geloof niet in God. En op een gegeven moment, deze oude vrouw, ze heeft op een dag heeft ze helemaal niets te eten. En ze zit voor het raam, net als Daniel. Ze opent het woord van God en ze zegt, Heer, u zegt in uw woord dat u een voorspoedige God bent. En dat ik elke dag mag rekenen op een wonder. En vandaag heb ik een wonder nodig, want ik heb niks meer in mijn kast. Echt, ik heb helemaal totaal geen enkel eten meer. En vader, ik weet dat u gaat voorzien in mijn nood. En deze atheïst die hoort dat gebed. En die denkt, weet je wat, ik ga nu deze vrouw te pakken nemen. En hij gaat naar de winkel, gooit je hele kar vol met boodschappen, belt aan bij deze vrouw. En op een gegeven moment zet die wagen voor de deur, belt aan, zegt, kijk, ik heb boodschappen voor jou gekocht. Want ik had gehoord vandaag dat jij tot je God bad, dat hij jou zal voorzien. Maar ik weet dat die God voor jou niet bestaat, dus ik heb jou maar boodschappen gegeven. En dan gaat die vrouw, die gaat nog handen. Ze zegt, Heer, dank je wel. En dat u zelfs nog atheïsten daarvoor gebruikt. Ik dank u daarvoor. Want dat is God. Amen. God is een goede God. Daar spreek ik zo niet meer. Die doet het niet meer, de microfoon. Oké, nou, dan pak ik een gewone microfoon. Halleluja, prijs koning Jezus ervoor. Als je de microfoon, ik geloof dat hij het zeker wel doet. Dan moet je hem even iets harder doen. Prijs koning Jezus. Vandaag ga ik het met jullie hebben over een aantal punten, wegversperringen, die tot genezing kunnen leiden. Denk je, hè? Een wegversperring? Ja. Van de week was ik met mijn auto onderweg. En in één keer kreeg ik een geel bord en er stond wegversperring, omleiding. En ik denk, ja, zo is het ook wel vaak in ons eigen leven. We kunnen een wegversperring meemaken en een bepaalde omleiding om wel tot een bepaald doel te komen. Maar er zijn heel veel mensen die geloven erin dat ziekte van God is. Die geloven daarin. Maar prijs koning Jezus. Ik weet en u weet dat ziekte komt niet van God. Nee. Amen. Prijs koning Jezus ervoor. Weet je, God heeft een goed iets voor jou. 2 Timotheus, pak de Bijbel er maar bij. 3 vers 16. Daar staat, elk van God ingeschreven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen en te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Dus weet je dat God is gerechtigheid. Halleluja! Waarom zal hij jou dan knechten? Er zijn ook heel veel mensen, hè, vandaag aan de dag, en die hebben het dan over Paulus. Hè? Paulus die had een doorn in zijn vlees. Ja, toch? Ja. Een doorn in zijn vlees, dus hij had eigenlijk een beetje moeite met het lopen. Er zijn er heel veel theorieën zijn daarbij dat ze zeggen, ja, Paulus die had de doorn in de vlees om mij eigenlijk maar nederig te blijven. Dat wordt verteld in heel veel kerken. Maar dat is niet zo. Het was de aanval van de duivel op het werk van Paulus. De duivel
wou niet dat hij verder kon lopen. De duivel wou niet dat hij de boodschap zou brengen van het goede nieuws. Maar prijs koning Jezus, wij weten beter. Amen. Luister, God brengt jou niet in een positie waarin jij onmachtig bent. Ik geloof dat jij moet de ziekte weerstaan. Wedersta de duivel, zegt de Bijbel. En hij zal van u. Vrede. Halleluja. Dus al wordt hij bang. Maar hoe doe je dat? Jezus die onderwees de duivel ook in het woord van God. Hij kwam ook bij Jezus om hem te verzoeken. Maar Jezus die zei ook, Satan, er staat geschreven. Dus moeten wij ook heel duidelijk weten wat er in het woord van God staat. Want als jij weet wat er in het woord van God staat, dan brengt dat leven en overvloed met zich mee. Amen. En God die heeft leven en God heeft overvloed voor jou. Kijk, weet je wat het probleem is? Wij zijn onze autoriteit zijn we kwijtgeraakt. De autoriteit is gelijk kwijtgeraakt in Genesis. Als ik je mee zal nemen naar Genesis 1 vers 26, dan staat daar dat God Adam de volledige autoriteit heeft gegeven over de aarde. Halleluja. De volledige autoriteit had Adam over de aarde. Hij had het over alles, had God hem daarover gesteld. Maar weet je wat er dan gebeurt? Dan komt er zonde in iemands leven. Ook in die leven van Adam. Waardoor Adam elk recht verspilde. Elk recht verspilde hij. En als je dan kijkt, op dat moment veranderde de totale schepping. De leeuw die eerst gras had, die had toen wel in de zin in een lamsboutje. Ja. Toen kwam de regen. Er was nooit geen regen voor die tijd. Want het was elke dag dauw. De aarde was elke dag lekker groen en fris. Toen kwamen de doorns en distelen. Nou, eigenlijk ken je een ziekte. Kan je vergelijken met de doorn of met de distel in je leven. En dat had Paulus dus ook in zijn vlees. Hij had de doorn in zijn vlees. Dus hij had de ziekte. Maar prijs de Heer, broeder Paulus, hij had niet in zijn woordenboek staan dat hij zou stoppen. Hij was een volharder. Hij ging door. Moeten wij ook doen. We moeten doorgaan. We moeten niet stoppen. We moeten niet bij de pakken neer gaan zitten. En we moeten niet gaan janken. Amen. Want hou alles onder controle. Kijk, zodra dat je gaat janken, dan zegt de duivel, I catch you. I catch you and I kick you. Ja, de duivel die wil jou zo graag in een bepaalde hoek gaan plaatsen. Maar als je vrij bent in Jezus, dan ben je werkelijk vrij. Dan heb je geen dilemma's meer in je leven. Een tijd geleden, Anna was ongelooflijk ziek. En dan is het altijd meestal als er griep rondgaat, dan zeggen de mensen, ja die griep die gaat rond hè. Oh, jij zal het ook wel krijgen. Dan profiteren ze over mij. Halleluja, ik zal het nooit krijgen. Want ik heb de DNA van onze koning Jezus in mij. En als die DNA in mij zit, dan zal nog ziekte zal mijn huis kunnen naderen. Halleluja, want ik ben gezegend. Als ik maar de instructies van God opvolg. Halleluja. Prijs koning Jezus. Kijk, weet je, de kerk vandaag aan de dag, die heeft nog heel veel dooddoeners hè, in haar leven. Hè? Ik ga je een paar noemen. Ik ga eens even een beetje erbij, het woord erbij pakken. Halleluja. Halleluja, prijs koning Jezus. Zal je, ja, even kijken. Versperringen. Wat vaker kan in je leven komen. Dat is dat heel veel mensen die zeggen, God maakt je ziek om je iets te leren.
Nee. No way! God maakt mij niet ziek om mij iets te leren. God die kan zijn kinderen corrigeren en een beetje tuchtigen. Maar God die maakt jou niet ziek. Want ziekte is niet van God. Dus prijs de Heer voor. God wordt verheerlijkt door ziekte. No way. God wil niet verheerlijkt worden door ziekte. Waarom zal hij verheerlijkt moeten worden door ziekte? Als het werk van de duivel is. Ga naar de natuur kijken. Kijk naar de bergen. Kijk naar de vogels. Kijk naar jezelf. Daar wordt God door verheerlijkt. Halleluja. Hij wordt verheerlijkt door zijn geweldige schepping die hij heeft voor jou. God zegent je door je ziekte te geven. Ja? Nou ja, wat een zegen zal dat zijn, hè? Halleluja. Prijs koning Jezus, hij heeft iets beters. En alle slechte dingen werken mede ten goede. Ja, broeder. Geloof dat wel, hoor, dat ziekte medewerkt ten goede voor degene die God lief heeft. No way. God die zal jouw ziekte op dat moment als je genezen bent, kun je het gebruiken als een getuigenis. Een getuigenis dat het volmaakte werk van God in jou geactiveerd is. Halleluja. Maar God die wil het gewoon geweldig. Weet je, ik zeg wel eens tegen heel veel mensen, en dat ga ik vandaag ook voor de camera zeggen, en ik zal er heel veel reacties op krijgen. God wil jou niet eens genezen. Halleluja. God wil jou niet eens genezen. Nee. Hij wil dat jij gezond bent. Dat is zijn wil. Maar hij gaat je wel genezen als je nog ziek bent. Maar dat is iets anders. God wil dat zijn kinderen perfect leven. Een leven in overvloed. Halleluja. Ik prijs koning Jezus daarvoor. Oh, zo heb je zoveel, hè. God veroorzaakt rampen en stormen. Aardbevingen en ziektes. Weet je, de verzekeringsmaatschappijen, die zeggen dat wel eens. Zeggen, ja, oh, we moeten uitkijken dat God niet zoveel rampen zendt. Kijk, als ik kijk naar Jezus. Hij was op het bootje op het meer, hè. En er was een storm, was daar. En ze hadden er behoorlijk last van. Dus Jezus die zendt die storm niet. Hij had niet gezonden. Hij had bij zijn discipels ook niks leren. Van nou, ik zal jullie eens even een lesje leren. Ik zal eens even kijken hoe bang jullie zijn in die storm. Nee. Want Jezus die ging staan. En hij sprak. Hij sprak tot de storm. Moet je wel een beetje kolen voor zijn, hè, eigenlijk, hè. Spreken tot de muur. Spreken tot de storm. Spreken tot de boom. Jezus was wel heel erg vreemd eigenlijk. Maar Jezus die wist wat hij deed. Jezus die sprak niet in het natuurlijke. Maar hij sprak in het geestelijke. En laten wij ook in het geestelijke laten we spreken. Dan zul je gaan kijken, zien. Dat je gaat ook in het geestelijke ontvangen. Dan is er nog een definitie. God maakte Job ziek. Was het zo? Nee. Nee. Satan, die kwam bij God. En die zegt, hé, die dienst krijgt Job van jou. Ja, stel je voor dat ik alles van hem afneem. Zal hij jou dan nog gaan dienen? Zal hij dan nog van jou houden? En de Heer die zei, oké, doe maar. Doe maar. Maar je mag niet zijn leven nemen. Kijk, ik heb ook wel in mijn leven meegemaakt dat God mij heeft getest. Dat doet God ook wel. Dat zegt de Bijbel ook wel. Beproef dan de geesten als ze uit God zijn. Dus God die zal zeker af en toe eens een keer even iets te neerleggen. He, een lastige buurman, buurvrouw. Dan bid je net God. O Vader, geef mij liefde voor mijn buurman. En dan komt hij eraan. In het diepje. Oh, moet ik nog lief blijven? Ik zou hem liever een klap tegen zijn neus aan geven. Het is soms moeilijk, hè? He, dan vraag je aan God van, Heer, geef mij geduld. Dan krijg je juist de langste rij. Nou, bij de Lidl of bij de Albert Heijn. Of bij de C1000. Juist de langste lijn.
rijden, dan zit je daar. Zou je niet kunnen opschieten? En dan kijk je naar de cashier die aan het babbelen is. Heer, alsjeblieft. Je zegt, je hebt toch mee gevraagd of meer geduld? Ja? God, die houdt jou eraan. Ja, zeker weten. Zijn er ongeneeslijke ziektes ook voor God? Nee. Bij God is alles mogelijk. Prijs God, Jezus. Maakte een vrouw mee in Arnhem in de gemeente. Dus ze kwam naar voren toe. Ik geloof bijna tegen de 80 jaar. En ze zegt, Hans, ik heb kanker. Ik heb misschien nog een paar maanden te leven. Maar ik wil leven. En ik geloof erin dat Jezus voor mijn zonde aan het kruis van Golgotha is gestorven. Ze zien naar het kruis. Dan werpen wij die kanker naar het kruis toe. En je zal vrij zijn. En ik voelde zo kracht van God op mij komen. Zo'n aanwezigheid. En het gebeurt iets. Het werd echt werkelijk uitgeropt. En zo naar het kruis gegooid. Nou, een paar weken later belt die pastoor, die belt mij op. En die zegt, deze vrouw is totaal genezen. Want bij God is alles mogelijk. Ja, bij mensen is niet alles mogelijk. Maar wij moeten af en toe ons denken en ons gevoel uitschakelen. Want de duivel, die werkt zo vaak nog door onze emoties heen. Van de week ook. Ik had een monteur bij ons in huis gisteren. En nou, de belangrijke vraag was, de laatste vraag, hij zei, heb je nog een belangrijke vraag voor mij? Ik zeg, ja, een hele belangrijke vraag. Stel je voor dat Jezus vanavond komt, ben je er dan bij? Hij zei, ja, ik wel. Ik zei, prijs de Heer ervoor. Maar deze man die had een vriend. En deze man die had zich verhongen in de woonkamer. S'avonds zijn vrouw die ging naar het werk toe. Hij had twee kleine kinderen, een meisje van 7 en een van 4. En die zaten op het bank en papa die heeft een tafel gepakt en die had zich laten hangen waar de kinderen bij zaten. Oh. Oh. Dat is ingrijpend. Deze man die was van de alcohol, was hij afgekomen. Hij was van de drugs, was hij afgekomen. Hij had een relatie. Maar het probleem in zijn leven zat nog in zijn hart. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, hij heeft het leven niet. We kunnen allemaal proberen een goed leven te leiden. Maar we hebben één ding nodig en dat is Jezus in ons leven. Zijn genezing. Zowel lichamelijk als emotioneel. Want als je niet emotioneel niet aangeraakt wordt, dan hebben we nog een stenen hart. Maar het hart moet van vlees worden. Het moet gevoel in komen. Het moet gaan kietelen. Toen ik een half jaar later, 25 jaar geleden, kwam ik tot Jezus. En daarvoor was ik een vechtmachine. En ik gebruikte drugs, drank, zoveel. En ik had helemaal totaal geen enkel gevoel in mijn lichaam niet. En een half jaar later, ik was clean. Ik hoefde geen drank meer, geen drugs meer. En ik ging over mijn armen heen. En ik voelde dat. Ik denk, God mens, ik ben echt tweede geboren. En wat was dat eng af en toe. Want ik kreeg emoties. Maar God is een God die wil jouw emoties graag gebruiken. Amen. Waarom genezen sommige mensen niet? Waarom? Heeft het te maken met ongeloof? Kan te maken hebben met zonde in je leven? Kan ook. Het kan op zoveel vlakken in je leven op dat moment even nog niet goed zitten. Maar ik geloof erin dat God jou werkelijk wil genezen. Hij kijkt niet naar jouw onvolkomenheden. Daar kijkt hij niet naar. Hij kijkt niet naar jou van, oh, je hebt vandaag maar 2 keer gebeden. Ik kan jou niet genezen. Dat doet God niet. Hij is zo liefdevol. Zoveel passie. Wauw. Als je dat weet, hè, dat God zoveel passie is.
dan ga je uiteraard bij Jezus komen. Kijk, die ene man die daar op die bed lag, hè? Dan loopt Jezus, die loopt er langs. Die zegt tegen hem, neem je bed op en wandel. Ja. Hoe kan dat, Heer? Hoe kan ik mijn bed op gaan nemen en gaan wandelen? Maar deze man die luisterde naar de stem van God. Hij ging niet voelen van nou, ben ik wel genezen? Nee. Hij voelde de kracht van God in zijn lichaam komen. Op dat moment toen Jezus zei, neem je bed op en wandel. Toen gebeurde er iets in het leven van deze man. Kijk, als ik kijk naar het dochtertje van Jairus, hè? Daar komt Jairus, die gaat naar Jezus toe. Deze man die is helemaal kapot, emotioneel. Want zijn dochtertje ligt eigenlijk nog op sterven. Hij denkt dat ze nog niet gestorven is. En hij komt bij Jezus. En hij zegt, Jezus, alsjeblieft, kom met me mee. Want mijn dochtertje ligt op sterven. Nou, zo is het eigenlijk ook wel eens in je leven. Als je ziek bent, dan heb je bijna het gevoel dat je bijna doodgaat. Maar prijs de Heer, je bent nog niet dood. Er is nog leven. En op dat moment dan gaat Jezus, die gaat mee met Jairus. En die komt aan bij het huis van Jairus. En er zijn er allemaal mensen die zijn daar. En die huilen. Huilen. Je herkent het misschien wel in je eigen leven. Dat je tranen kan huilen. Pijn hebt, verdriet hebt. En Jezus komt daar. En dan is er heel iets opmerkelijks wat Jezus eigenlijk doet. Heel iets opmerkelijks. Die zegt op dat moment tegen al deze mensen. Die huilen. Ze is niet dood. Ze slaapt. Wauw. Hele macht, hele menigte. En die mensen die zeggen, ja, iets valt dood. En wat doet Jezus? Hij bontsjoert ze allemaal het huis uit. Zegt eruit wezen, uit mijn huis. Wegwezen met je negativiteit. Verbreek het in Jezus' naam en hij sluit de deur. Soms moeten wij onze deur sluiten voor negativiteit. Voor mensen die soms negatief kunnen zijn. Die ATS bijvoorbeeld, waar ik even mee begon. Soms moet je die mensen verwijderen uit je leven. En Jezus die doet op dat moment de deur dicht. Niemand is meer in het huis. En dan zegt hij tegen dat meisje, Talita, kom. Meisje, sta op. En ze staat op. Halleluja. Ik zag van de week, vorige week zag ik een filmpje bij de EO, bij Bean. En er was een Australisch echtpaar. En deze echtpaar die hadden de tweeling gekregen. Ze waren veel te jong, waren ze geboren. Al in de 27e week geloof ik zoiets. Het was nog heel erg prematuur. Heel klein. En de ene leefde en de ander was dood. Maar het zegt de moeder op dat moment. Vergeef mij mijn kind. Ja maar mevrouw, geef mij mijn kind. Ja, maar mevrouw, geef mij mijn kind. Ik heb daar recht op. En op dat moment, die moeder die legt die baby op haar borst. Net als God jou op zijn borst drukt. En tegen zijn hart aan. Want het is een hartzaak van God dat jij geneest. Het is een hartzaak van God dat jij leven hebt in overvloed. En dit is ook bij de moeder het geval. De moeder die drukt het kind tegen haar hart. Want het is een deel van haar. En zo zijn wij ook een deel van God geworden. Want we zijn overgeplaatst naar het volle leven toe. En deze moeder die had het kind tegen zich aan. Praat met dat kind, net als dat het leeft. En 2 uur later, het kind leeft. De doktoren die zeggen, hoe is dit mogelijk? Ja. Mevrouw, dit zijn stuiptrekkingen. Nou, prachtige stuiptrekkingen. Want vandaag aan de dag stuipt het nog. En trekt het nog. Maar dat is de liefde van God. Bij God is alles mogelijk.
Bij ons als mensen is het niet mogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Amen. Want voor hem is niets te wonderbaarlijk. En daar prijzen we Koning Jezus voor. Dat God is alles mogelijk. En ook vandaag voor u op het internet wil ik samen met u bidden. En wil ik de Heer danken. Ja, Vader, ik dank u wel in de naam van Jezus. Dat alles is mogelijk. En ook naar de kijkers toe op het internet. Ik proclameer en ik spreek uit dat alles is mogelijk. En op dit ogenblik mag je je hand tegen de beeldbuis aanleggen. En ik spreek genezing uit. In de machtige naam van Jezus voor jou. Zowel lichamelijk als geestelijk spreek ik genezing uit. En je zal genezen. Je zal leven. Je zal een leven hebben in de overvloed. En als je leven nog niet hebt gegeven aan Jezus, geef het. En je zal ook een genezing meemaken van je hart. In Jezus' naam. Amen.